Welkom bij IJsskate TV. Leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Ingeborg Carpenter. Naast mij staat Rian Ket en Mark Tuitert. En wij gaan samen met jullie het schaatsweekend evalueren. De Marathon Cup, Kraantje Lek en de Eindhoven Trofee. Laten we met de Marathon Cup beginnen. Wat waren de hoogtepunten? De Sjoerd Huisman bokaal is gereden, zo heet de Marathon Cup in Hoorn was die. Dus laten we daarmee beginnen. Dat is een herdenking aan Sjoerd Huisman, hè. Jongen die we allemaal goed kenden als marathonschaatser, 2 jaar geleden overleden. De cup is, heeft zijn naam. Dus die cup is gewonnen bij de dames door Francesca Lollobrigida, Italiaanse dame van team Athlete Shop Koopjesregisterij. Mooie naam. En bij de heren ook een niet-Nederlander, Bart Swings, Belg. Dus de Nederlandse marathonnen worden gewonnen door buitenlanders. Maar niet tenminste, Bart Swings is wereldkampioen inlineskaten. En is een grote naam in het schaatsen. Hij heeft zijn draai weer gevonden het afgelopen seizoen. En ik verwacht heel veel van hem op allround gebied. Hij is echt. We wisten al dat hij hard kon schaatsen, wel eens een World Cup gewonnen. Maar hij gaat echt meedoen dit seizoen. Dus zeker iemand om in de gaten te houden. Ja, absoluut. Okay. Kraantje Lek is ook verreden. Het is een wedstrijd voor de dames. Wat waren daar de hoogtepunten? Op de Kraantje Lek in Haarlem, echt een traditionele wedstrijd. Jorien Voorhuis die wint. Slechte weersomstandigheden. Niet verrassend dat Jorien wint. Uitgesproken wel daar de beste. Dan heb je ook nog, hetzelfde weekend wordt ook altijd de Eindhoven Cup gereden. De mannenvariant van de Kraantje Lek in Eindhoven. Ja, logisch. Winnaar Rens Rottevel, niet heel erg verrassend. Wel de beste allrounder aan het veld, maar ook niet uitgesproken de beste. Wat jonge jongens die er tegenaan... tegenaan rijden. Waar was Jan Blokhuizen eigenlijk? Die verwacht je daar toch op die wedstrijd? Ja, had ik eigenlijk ook verwacht. Jan die in Salt Lake nog meereed, 1500 meter daar in 1:45. Ik begrijp ook niet waarom die daar niet is. Je ziet dat een heleboel allrounders toch niet die stap meer maken om die wedstrijden te rijden. Hè? Jan, Sven, Koen afgelopen jaar, dat zijn toch echt de Nederlandse, de top allrounders. Het is toch wel een goede wedstrijd om te rijden. Het is een allround wedstrijd, een kleine vierkamp. En met de voorbereiding voor de allround toernooien die nog gaan komen, verwacht je die jongens die geen World Cups rijden, misschien hier wel aan het front. Ik zou Jan Blokhuis ook hebben opgeschreven voor deze wedstrijd. Hij rijdt geen 5 kilometer wereldbeker. Dit is het moment om nog competitie te hebben tegen jongens die ook goede 5 kilometers rijden. Je kan een weekend wedstrijd rijden. Dus op dat moment begrijp ik het niet, maar als je naar de weersomstandigheden keek, weet je, windkracht 7... Je gaat toch geen wedstrijdje afzeggen omdat het waait? Ik snap nog wel, als je een hoge competitie... ik moet iedereen... Jij wel, hè? En bedankt. Ik moet altijd aan Erwin denken. Mietjes worden gemaakt, niet geboren. Maar ik begrijp het wel als je jongens ziet. Weet je, Sven is aan trainen in Colalbo. Die is daar met zijn hele team Lotto Jumbo. Ik begrijp er geen ene klap van. Ik kan het nog wel begrijpen als hij zegt dat hij toch eerder kiest voor een wedstrijd in Insel om daar te gaan trainen. Hey, best wel een actueel item nu, hè? De junioren en vooral in het allrounden. Er zit toch wel een niveauverschil. De gevestigde schaatsers die zeggen van, joh, de junioren trainen niet hard genoeg. Het ligt aan de mentaliteit. Wat vinden jullie hiervan? Nou, als je kijkt naar het afgelopen weekend, er was een junioren World Cup in Berlijn. Waar een aantal Nederlanders het goed deden. Marcel Bosker, Joep Baks onder andere. Je ziet wel dat internationaal heel veel concurrentie is. En dat is denk ik ook wel heel goed, ook op allround niveau. En die jongens trainen ook keihard. Alleen als ik naar mezelf kijk, we moeten niet iedereen langs de maatstaf van Irene Wüst en Sven Kramer gaan liggen. Dat zijn zulke uitzonderlijk grote kampioenen, al toen ze 18, 19 waren. Die konden al met de wereldtop mee toen ze junior waren. Ik was ook een aardige junior en ik kostte mij ook 2 jaar. En dat is gewoon een hele moeilijke periode. Dus ik denk dat ze gerust hard trainen, maar dat er ook heel veel internationale concurrentie is. En dat is voor het schaatsen alleen maar goed. Dus het gaat goed komen. Hey, je had al even genoemd, World Cup in Berlijn voor de junioren. Bosker, netjes gedaan, vooral op de 5 kilometer. Volgens mij 5 seconden sneller dan de rest. 1500 meter? Ja, 1500 meter was wat tegenvallend, maar je verwacht natuurlijk ook meteen veel van Bosker. Hij wint hier in Groningen in een tijd van 1:50, hè, vorige week tijdens de Wereldbeker. Nu Berlijn wordt hij 5e. Kan die jongen ook niet helemaal kwalijk nemen. Hij rijdt op de 3 kilometer dan 3:50. Geweldige tijd, weer een PR. Je kan niet altijd scherp staan. En net wat Mark net zegt, die internationale concurrentie bij de junioren is zeker wel groot. Ik zie een paar Russen die mee gaan doen, hè? Dat zie je. Dat is wel grappig. Je zit de Russen nu hartstikke goed.
ja, echt op alle afstanden. Maar ook een, wel een Joep Baks, die toch junior uit het RTC van Icecate. Die jongen die rijdt op de 1000 meter in de 1.12, rijdt ook mee op de 1500. Volgens mij net een top 10 klassering. Dus er zijn zeker junioren. Bij de dames, goed, heb je Esther Kiel, meisje uit de RTC Noordwest. Dus kijk, daar is ook wel, en dat is wel grappig om even mee te merken, er is een kentering. Hè? We hebben altijd het Jong Oranje gezien waar alle toptalenten met elkaar trainen. We zijn nu geswitcht naar RTC's. Daar hebben we er op dit moment 3 van. 1 bij Icecate, 1 in Noordwest en 1 in Oost. Ja, het is toch een andere dynamiek. We gaan kijken of dat echt uitbetaalt. Je ziet een Bosker, die wint nog steeds. Dus er worden nog steeds wereldbekers bij de junioren gewonnen. En we moeten het WK afwachten om te zien of het niveau van de junioren echt is om internationaal mee te kunnen. Oké, mooi. Er is dus heel veel geschaatst weer dit weekend. Vooruitblik op volgende week. Er wordt volgende week maandag 7 december een gooi gedaan naar het werelduurenrecord. Wat denk je, Mark? Gaat het hem worden? Ja, we hebben natuurlijk eerst nog de World Cup, hè, in Insel. Met het hele internationale deelnemersveld wat daar is. Maar de dag daarna, na dat weekend op maandag, natuurlijk nog prachtig ijs, gaan Erik-Jan Kooijman en Karien Kleibeuker een gooi doen naar het werelduurrecord. En ja, ik denk dat het best wel eens kan gaan lukken. En wel om de reden dat Karien Kleibeuker een geweldig goede tijd reed in Salt Lake City op de 5 kilometer. Erik-Jan Kooijman die ging er als derde man vandoor in de strijd tussen Jorrit Bergsma en Sven Kramer op de 10 kilometer in Enschede een paar weken geleden. Dus dit zijn mensen die in vorm zijn. Insel wordt niet, het werelduurrecord staat in Calgary bij de heren. Douwe de Vries, Douwe de Vries, ook een Nederlander. Ook een half jaar geleden nog maar reed hij dat. Ja. Maar ja, de jongens Karien, die rijden bij Jillet Anema. En ja, als iemand dit in de vingers heeft, dan is Jillet Anema het. Dus we gaan het zien. Het wordt een hele grote uitdaging hoor. Dat is 1 uur lang keihard afzien. Ik ben blij dat ik het niet hoef te doen. Je gaat wel kijken, denk ik. Toch? Ja, absoluut. Voor de televisie. Okay. Of livestream. Ja. Hey, en je zei het al. Eerste World Cup in Insel. Wat verwacht je ervan? Gaan er verrassingen komen? Of? Nou, ik denk dat het even afwachten is hoe de Amerikanen, die het natuurlijk erg goed deden in Calgary en Salt Lake, hoe die nu doen in Europa. IJs is minder snel dan Calgary en Salt Lake. Ik ben ook wel benieuwd naar de Nederlanders, hoe die hiermee omgaan. Hè? Die zijn meer gewend om op laagland te trainen. Insel ligt er een beetje tussenin, 600 meter hoog. Verrassing? Ik weet niet echt. Ik ben ook benieuwd hoe Kramer het doet. Die is nu Colalbo geweest. Hoe doet Jorrit het? Die zijn op trainingskamp meteen. Ja, wat je ziet in de periode nu is dat, zeg maar, je hebt 4 World Cups achter elkaar. Hè? Je hebt altijd een hele discussie gehad, moeten we niet alle World Cups rijden? En dat doen ze nu, alleen je moet tussendoor gaan trainen. Het seizoen is nog heel lang. Hele belangrijke selectiewedstrijden tijdens de kerst. Daarna heb je de allround toernooien, weken afstanden. Dus iedereen grijpt nu een kans aan om nog een weekje tussendoor of naar de zon te gaan of naar Colalbo om te trainen. Dus dat gaat ook effect hebben in de tijden in Insel. Je kan daar niet het scherpst zijn of het scherpst op de snede. Wat ik me afvraag, hoe doen de Amerikanen dat? Want die gaan die nu ook, kiezen die ook nu om daar te trainen in Insel? Of gaan ze nee, die hebben... Rijden? Gaat dat ze later in het seizoen... Gaat het problemen opleveren? Nou, wat het nadeel is van Nederlanders zijn, is dat je, zeg maar, onze eerste selectiewedstrijd was begin oktober. Dus daar moet je goed zijn. Daar hebben de Amerikanen niet zoveel last van. Als je Brittany Bowe bent, dan weet je wel redelijk zeker dat je alle grote wedstrijden gaat rijden. En in Nederland kun je daar niet van uitgaan. Hè? Michel Mulder rijdt geen World Cups. Kan misschien nu een voordeel zijn, kan hij doorgaan trainen. Kan hij zich richten op een kwalificatiewedstrijd. Dus dat is wel echt een beetje een Nederlands probleem. Maar je moet ergens gaan trainen. Je kan niet 4 weken, 5 weken lang een hoge conditie aanhouden. Je moet ergens weer de basis gaan opbouwen. Mm-hmm. En daar heb je ook weer weken voor nodig. Dus het is moeilijker van training. Ja. Ja, het klopt wel een beetje. Want ik heb dat natuurlijk meegemaakt in Amerika. Helemaal geen selectiewedstrijden voor het NK. Hè, kun je een beetje schaatsen, mag je meedoen aan de Amerikaanse kampioenschappen. Hier zie je toch wel dat je veel selectiewedstrijden hebt. Je moet gewoon ontzettend goed zijn. En je hebt natuurlijk, en dat heb ik jou misschien wel eens horen zeggen, je bent zo goed als je laatste race. Als je deze letterlijk neemt, dan zou dat dan betekenen dat een neurowetenschapper die zijn sleutels vergeet, in één keer dom is geworden. Dat klopt dus niet helemaal. Maar je moet wel echt heel goed zijn op de selectiewedstrijden. Ja, en je ziet in Nederland wel, en dat is, die selectiewedstrijden zijn super belangrijk. Er zijn er ook eigenlijk 2 in het jaar. Je moet je aan het begin nu tijdens de KNSB Cup kwalificeren voor de eerste cyclus. Dan heb je nog het NK afstanden. Dat is het tweede moment.
Er wordt één ticket voor de WK wordt verdeeld tijdens de 4 wedstrijden van de Wereldbeker. De beste Nederlander op een afstand mag het WK afstanden rijden. En de rest is gewoon rijden op het enkele afstanden. Zit je daar niet bij, is gewoon het seizoen over. Dus ja, je hebt gelijk. Je moet echt top zijn voor Nederland eind december 27, 28. Je moet niet vergeten, als je dan hard rijdt, dan mag je ook best even met je bos vooruit lopen en van genieten. Want het duurt maar heel kort. Ja. Absoluut. En dit mag misschien ook wel even gezegd worden. Tedjan Bloemen, die heeft misschien in Nederland niet echt de kans gekregen. En ook vaak met de selectiewedstrijden. Nou ja, net niet. Overgestapt gemaakt naar Canada. Hij doet het nu wel erg goed, hè? Ja, we verbazen ons daar ontzettend over. Als je 12:36 rijdt en je rijdt Sven Kramer en Jorrit Bergsma, allebei Olympisch kampioen, naar huis. Met zo'n verschil, ja, uitzonderlijk. Maar net als iemand dat waard is. Ik ben benieuwd wat in zo'n Heerenveen. Hoe hij dat doet straks in Europa. Ja, benieuwd. Top. Ik ook. Hey, wij hebben natuurlijk ook een prijsvraag. Prijsvraag die moet er nog wel even bij. Mark, wat een heel vertel. Mooie schaatshoes voor teambeslist.nl, die hadden we hier over. Namens Athlete Shop. En ik ben heel erg benieuwd wat de mensen denken dat Karien Kleibeuker aan afstand zou kunnen gaan rijden tijdens het werelduurrecord. Dat staat, ik moet even dit opzoeken. Dat mag. Op 36,441 36.000, moet ik het even goed zeggen, meter, 441 meter van Maria Sterk. En dat was in Tielf in 2005. Dus denk dat ze er behoorlijk overheen gaat. Maar wat zou Karien Kleibeuker dus in kilometers kunnen in een uur? Dus gemiddeld kunnen schaatsen in een uur. En dan ook nog, het is natuurlijk bijna Sinterklaas. Dus voor alle jonge kijkers, vergeet niet om je schaatsschoen op te zetten. Hè? Want wie weet... komt er wel wat in. Bedankt en tot volgende week. Ciao.